In de mobile game van deze week Rock Werklos. In Barbarian moeten we namelijk een invasie voorkomen. In Barbarian neem jij de controle over Brett de Barbaar. Gewapend met een gitaar roep jij met magische muzieknoten bondgenoten op om gezamenlijk ten strijde te trekken en te voorkomen dat hordes aan vijanden je dorp bestormen. Het strijdtoneel in Barbarian is dan ook alleen dit dorp. Golf na golf probeert je vijand het dorp binnen te dringen en het is aan jou om al deze aanvallen tegen te houden. Het spel is hierdoor een mix van een RPG, een shooter en een tower defense game. De controls zijn vrij eenvoudig. Jij speelt Brett en je verplaatst hem door simpelweg een richting aan te geven. De rest van je groep volgt je automatisch en vallen uit zichzelf aan. En dat is maar goed ook, want Brett kan dat niet. Jij moet simpelweg de stenen, pijlen en wat dan ook proberen te ontwijken. Zorg daarbij dat je ook rekening houdt met je volgelingen, want zij gaan en staan waar Brett staat. De groep is vooraf en tijdens het spel samen te stellen. Elk personage komt met haar of zijn eigen aanvalstechnieken. Verder kan je tijdens het spelen bonussen en goud vrijspelen. Hiermee kan je nieuwe krachten aanschaffen of nieuwe dorpelingen recruteren voor de strijd. Het spel biedt naast de campaign mode ook twee andere game modi. In survival moet je het zo lang mogelijk volhouden, terwijl je in distance zo ver mogelijk moet komen. Leuk voor de afwisseling. Wat vind ik nou eigenlijk van een spel waarbij je alleen met je vinger over het beeldscherm hoeft te sliden en eigenlijk verder niks hoeft te doen? En je poppetje niet eens mensen aanvalt. Eigenlijk gewoon heel erg saai en ik doe liever iets heel anders.